Nog een weekje en dan is het zover. De zomervakantie. Scholieren verheugen zich om op vakantie te gaan. En om alle basisschoolleerlingen in de Leidse regio al een beetje voor te bereiden op de vakantie, krijgen zij een vakantiepaspoort uitgereikt. Vakantie was een heel leuk boekje, kijk, hier is die. Waarin allerlei activiteiten staan die je in de zomervakantie kunt doen dit jaar. En er zitten kortingsbonnetjes in waarmee je korting krijgt. En er zijn ook veel gratis activiteiten dit jaar, zodat alle Leidse kinderen zich niet hoeven te vervelen in de zomervakantie. Alle kinderen op de Leidse basisscholen krijgen er eentje. Dus groep 1 tot en met 8. Iedereen krijgt er een. Ja, in Leiden, dit is een speciale voor Leidse regio. In Voorschoten ook bijvoorbeeld. Maar in Den Haag hebben ze weer een eigen editie van de vakantiepas, waar heel veel Haagse activiteiten in staan. Dus dit jaar is het thema talentenjacht. Dus kinderen kunnen dit jaar heel erg ontdekken waar hun eigen talenten liggen. Of je misschien wel kunt schilderen, zoals op deze schilderijen. Maar ook, je kunt ook gaan zwemmen en je kunt gaan klimmen. Je kunt ook de natuur opzoeken of gewoon lekker buiten gaan spelen in de speeltuin. Er is echt van alles te doen. Heb je een beetje zin in de vakantie? Ja. Ja, ga je hem leuke dingen doen? Mm-hmm. En heb je net de vakantiepas gekregen met allemaal leuke activiteiten erin. Heb je er al een beetje door zitten bladeren? Ja. Ja, wat voor dingen spreek je aan? Wat wil je gaan doen deze vakantie? Filmpje pakken en spelen, chirpen en glowgolf. Nou, ik zou willen golven en boulderen met mijn moeder. En dat zou me echt heel leuk lijken in de zomer. Allemaal sportieve dingen? Ja. Je ziet er ook heel sportief uit. Laat je spierballen zien?